Nou, de warming-up, de tip. Eigenlijk moet je vooral niet te moeilijk doen als je een warming-up doet. Want een warming-up gaat er eigenlijk om twee dingen wat mij betreft. Dat is enerzijds je hoofd leegmaken. Omdat we natuurlijk met allerlei dingen bezig zijn. Mensen hebben een job, je gaat naar school. En dan gaat het om dat je hoofd leeg maakt. Nou, dan moet je eigenlijk in een soort van meditatief proces komen. En dat lukt alleen maar als je een oefening doet waar je niet te veel over hoeft na te denken. Dus niet prestatiegericht gaan oefenen, maar warm draaien. En warm draaien houdt in loskomen van waar je mee bezig was en hier in duiken. Nou, wat is dan mijn tip? Die helpt mij enorm. Vooral niet te snel spelen, timen en proberen lekker met de flow te spelen. Als je dan sextolen pakt als notengroep, dan heb je het voordeel dat er altijd een heerlijke duiding is. Het is niet zo statisch als 16. Nou, pak je sextolen, dan speel je sextolen in een single stroke. Daar begin je eerst mee. Niet te snel, hoeft helemaal niet snel. Lekker accentje geven. Nou, dan ga je dat een x aantal maten doen. Ik adviseer, probeer jezelf te limiteren tot 4 maten vol te houden en tellen. En als je dat dan gaat doen, dan ga je daarna over op een dubbel para dit doen. Die kennen we allemaal. Let op. 1, 2, ik ga een aantal maten tellen. En dus de eerste maat. 1, 2, in de flow komen. 2. En 3, geduld hebben, want je hoeft helemaal niet over te steken. Lekker, het is ook wel lekker. Dat was de 4e maat. Dan komt die dubbel paar. Met dezelfde klank. En dan blijf ik ook weer in de cyclus van 4. Dan gaan we naar de dubbel stroke. Maar die gaan we flink spelen. Dus niet te laf, niet trommelen, maar gewoon echt als een drummer. Zit. Single paren deel. En je blijft gewoon in die sextolen. Ongeveer 4 maten. En je ziet het niet snel, gewoon lekker soepel en terug naar die single. Oh! Dan kan hij praten en lesgeven tegelijk. Even, dat is de cyclus eigenlijk. Dus je speelt dan de single stroke. Wat deden we net? De dubbel paradiddel. Dubbels daarna. Single paradiddel. Dan krijg je een soort van groepjesvorm. En dan ga je weer terug naar die single stroke. En het is wel grappig, want er wordt mij dan gevraagd wat zijn je favoriete rudiments. En dan kan ik wel allemaal moeilijk en interessant gaan lopen doen. Maar ik heb eigenlijk maar 3. En dat zijn de paradiddels. De dubbel strokes en de single strokes. Daar doe ik bijna alles mee. Flams, dan waag ik me wel eens aan om te oefenen en ik heb, meestal als ik het speel denk ik ja, dat speel ik dan wel, maar dan pak ik een bekken mee op trommels, maar ik zit dan nooit op trommels mee te trommelen. Dus ja, het zijn er maar 3 waar ik alles mee doe.